dus hij is beter. Hoi! Healthy traveling, traveling to Purmerend. We are making a vlog today. Yes, een cruci vlog. Oh, deze wordt zo leuk. Daar staan we dan. Vroeger waren we twee danseressen. En nu zijn we twee bloggers, vloggers, stewardess. Yes! Ik stewardess van low budget maatschappij en zij van private jetting. Ja, air gold digger. Ja. Oftewel haar eerste vlog. I'm sorry. Yay! Van haar reis naar Tortola. Tortola. This is for my video. I'm from Amsterdam. I'm making a blog about my trip. En denken jullie natuurlijk, waar is dat? Dat is for your information bij de British Virgin Islands. Aan het work. Aan het worken. Goedemorgen. Ja, geef maar ja. Deze wil ik. En deze wil ik ook. Deze wil ik ook. En oh, deze taart wil ik ook. Die taart dit. En deze Luna tas. En deze Luna etuietje. Wat is Luna dan? Luna is een serie. Oh, kijk je dat wel eens? Nee, nooit. Nee, bij papa kijk ik dat, want hij heeft een gewoon tv. Ah. Hij heeft geen alleen Netflix. Jootje, ga je even broodje eten? Kijk wat er op het laatst staat. Justin Bieber. Doen jullie dat nou ook altijd? Hoezo? Dat zou ik even naar huis. Zo gaat dat. Vlogger live. Zeker wat het. Hebben we het? Wauw, kijk ons hier even zitten. Hi Kelly. Hey. Wat een uitzicht. Kruimels in elkaar. Ja, ook maar zo'n zou ik gewoon praten? Dat kon ik in het begin echt niet. Gewoon zo tussen de mensen, dat stond ik echt zo. Ja, dat is natuurlijk een beetje. Kijk, nu ben je. Even snel een eiwitshakeje wegwerken en ik heb net het half broodje van Jol opgegeten, dus dat is mijn ontbijt. En dan heb ik besloten even snel naar de Action te gaan. Ja, het is weer zover. Action, 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 action. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dus ik ben nu terug van de Action en ik maak even heel snel een kort blubbeltje van wat ik heb gekocht. Mijn moeder is zondag jarig en ik zag dat ze bij de Action allemaal healthy dingetjes hadden. Dus wat dacht ik? Ik had al een boek voor mijn moeder. Oh, waar is die nou? Een leuk boek. Ik had hem eigenlijk voor mezelf gekocht, maar ik maakte hem open. En toen heb ik besloten dat hij als eerst naar mijn moeder moet. Ik koop voor mezelf ook nog wel een. Want mijn moeder heeft namelijk ook een keer een boek geschreven. Dat ging over poppetjes maken. Dit gaat over groot en meeslepend leven. Nou, helemaal leuk.
Maar hoe het geschreven is, het lijkt echt net mijn moeder. En het is ook gewoon precies mijn moeders handschrift. Het is gewoon helemaal met de hand geschreven. Ik heb er al allerlei tipjes uitgehaald. Ik heb bijvoorbeeld deze week, ben ik de hele week 1 uur eerder opgestaan. En dat heb ik dus ook uit dit boek. En het werkt echt. Oké, 1 dagje werkte het niet helemaal. Maar de rest van de week is het helemaal goed gegaan. Ik heb daardoor echt mega veel extra dingen kunnen doen. En meer energie, lijkt wel. Maar dat even terzijde. Ik ga dus een leuk pakketje maken voor mijn moeder van de Action. Ik heb een mandje gekocht. Echt zo'n leuk mandje. Ah, ik ga niet alle prijzen overal bij zeggen. Want mijn moeder die gaat deze video ook zien. Was mijn grootste fan natuurlijk. Zondag is jaar. Dan ga ik dit boek geven. Maar het vond ik te saai om alleen te geven. Dus ik ga er een soort... Mijn moeder is altijd heel erg van... Nee, ik wil geen suiker en zo. Hahaha, van wie zou ik het hebben? Dus ik ga een healthy mandje maken. Want ik zag dat ze daar dus allemaal healthy dingen hadden. Alhoewel, niet alles. Want... Weight Watchers, mam, weet je nog dat je bij de Weight Watchers zat? Die hebben dus nu hun eigen crackers. Oké, bizar. Ik zat te kijken hoeveel suiker erin zat. Vond ik even leuk om te laten zien aan jullie. Van 100 gram. Koolhydraten, 58,5. Oh, lekker veel. Er zit wel goede koolhydraten in. Komt omdat havermout in zit. Maar waarom? Toegevoegd 17,3 gram suiker op de 100. Waarom zoveel? Wordt scherp. Siazaad hadden ze. Dat kwam laatst nog heel goed van pas. Want zei Jola in 1 keer om 8:30 ochtends. Mama, het is je verjaardag vandaag. Nou, gelukkig dat ik dan altijd zo'n soort backup cadeautje heb. En die kan ik dan inpakken. Dan moet je wel inpakpapier hebben. Dus die heb ik ook altijd backup. Nou ja, bijna nooit. Maar nu wel. Havermoutkoekjes. Die zie je zo. En dan ga ik dus echt... Gemengde notenpasta. Mijn moeder is een theeleut, dus dit is ook eens water. Het boekje erbij. Whey protein power. Muscle mass. Contributes to a grow in muscle mass. Misschien wel weten van mijn vorige video's. Heb ik zulke dingen altijd al. Vanwege mijn vriend. Die gaat daar helemaal over. Die legt ook altijd alles uit. Zie dat maar even in deze video. Dila. Onze sportla. Ik moet zeggen, ik ben de laatste tijd echt helemaal niet meer echt van deze la. Ja, hier. De vitamines. Als ik ziek ben. En, maar deze vind ik wel echt heel lekker. Lekker. Als je de spieropbouw wilt. Dan kan ik er wel iets over vertellen. Dan moet je eigenlijk zorgen dat je lichaam elke 3 uur eiwitten binnenkrijgt. Hij was 10 euro. De prijs heb ik onthouden. Want dat vond ik wel even belangrijk om erbij te vermelden. Het is niet zo'n grote. Hij is... Oh, het is 750 gram. Dus... Geen idee of dat echt heel erg duur is. Ik vind het wel vrij duur eigenlijk, denk ik. 10 euro. Nee, ik weet het niet. Maar het ligt eraan of die lekker is. Ik heb er al gekeken. Er zit niet heel veel suiker in. Dus dat vind ik al heel goed. Ik zal heel even vergelijken met een hele dure. Zoveel? Oh nee, ja. Oh, van de 100 gram, 9,3 gram suiker. En eiwit, 71 gram. Wat was die hier ook weer? Ik ben echt een zeef. 4,3 gram suiker. En 80 gram. Dus hij is beter. Dus hij is eigenlijk gewoon beter. Oké, dan zal hij wel heel ranzig zijn. Ja, die is... Even unboxen. Ja, ken je dat? Dat je dan het... Zou er een lepeltje in zitten of niet? Nou, hij is gewoon prima. Hij lijkt zelfs heel erg op die lekkere. Ja. Vind ik ook leuk. En ik heb al zo'n borstel, maar het zag er zo leuk uit. Zo'n anti-klitborstel. Ze hebben tegenwoordig ook echt alles. Maar geen droogshampoo hebben ze meer bij de Action hier bij ons. Dat vind ik echt zo... Hey, leuk. Houd niet zo lekker vast. Kijk. Hij is ook wel anders. Deze kan je gewoon zo vasthouden. En deze, die moet je echt zo. Ja, ik vind dat bij mezelf nog wel gaan. Maar als ik mijn dochter de haar kan, dan nee. Dit is wel lekkerder.
Ik ga trouwens binnenkort mijn haar knippen, mensen. Jullie zullen dat wel gaan zien in de video, want ik vind het wel leuk om dat in een video te doen. Oh ja, ik heb extensions, dus die gaan er eerst uit en dan ga ik het afknippen. Ik ga verder met belangrijkere dingen. En ik ga lekker aan mijn boek werken. Kijk, little inside info. Dit. Hallo. Goed. Dus ik heb gezegd tegen Jola, je moet gewoon dit liedje luisteren. Maak voor mij een feest, maar dat wil niemand van mij horen. Ze denken dat we leven tot zalig is van mij. Lenteuitjes en een beetje tijm. En dit is de quinoa die bijna klaar is. Altijd als ik iets met quinoa maak, dan maak ik dat met komkommer. Want komkommer is gewoon lekker fris. En ik weet niet, die combinatie met quinoa en komkommer vind ik echt zo lekker. Ja, schat. Wil je dit even lezen? Ja, tuurlijk. Ik ben niet bang. Dus je gaat nu je cadeautje pakken. Boven. Ja? Oké. Okay. Arme meisjes helemaal overstuurd door de clownerverhalen. Oh, nu vervangen. Ik ben erachter. Het was gewoon lariekoek en apenkool. Ik vind schrijven superleuk. Dus ik denk dat ik straks 100 dagboeken heb. Net zoals mama vroeger had, hè? Mm-hmm. En weet je waarom ik het leuk vind? Omdat je kan heel veel schrijven. En als je het schrijft, kan je bij ons in de klas ook een verhaaltje vertellen. Of je dat wilt vertellen of niet wilt vertellen. Dat mag je zelf bepalen in onze groep. Klas. Ik vind het heel leuk en het is ook heel leerzaam. En waarom is het fijn om dingen op te schrijven? Ik vind het bijvoorbeeld fijn om dingen op te schrijven, omdat ik dan is het uit mijn hoofd. Net alsof het dan uit mijn hoofd is. Dan heb ik het ergens geschreven en dan denk ik er niet meer de hele tijd zoveel aan. Dan is het even lekker eruit. Ja, heb ik dan. Ik sta dan voor de tweede keer deze week ergens hoog in Amsterdam. Want ik ga naar de opening van een nieuwe winkel in de wijk. En opladen. Let's go, schatje. Are you ready for tonight, baby? Thuis. Ik was helemaal vergeten dat ik dit nog op mijn gezicht heb, trouwens. Hartstikke mooi, schat. Oh, het is laat. Ik ben zo moe. Ja, is je baas er weer. Ja. Is je baas er weer. Goedemorgen. Healthy breakfast. It's Sunday. Ik ben echt veel te vroeg wakker geworden, want ik zit in zo'n mega vroege ritme,
omdat ik de hele week extra vroeg was opgestaan. Elke dag een uurtje extra. Een uurtje eerder. En nu waren ze super laat thuis, volgens mij rond 5 uur of zo. Vervolgens ben ik dan weer om 9 uur klaar wakker. Echt, het slaat nergens op. Ik ben mijn vader die al zo makkelijk met die dingen. Ja. Hoe oud waren jullie toen? Zo schrik hadden. En wij lol met Trace. Lol en lachen. En er was dan één dochter die was mijn leeftijd. En die ging altijd samen met alles doen. Hoe oud waren jullie toen? Nou, ja, 13, 14 of zo.